Gedeputeerde voor de provincie West-Vlaanderen, Dirk de Vouw, moet alle neuzen in dezelfde richting krijgen. En dat binnen 14 dagen, want op 20 november moet de stad zich officieel kandidaat stellen als gaststad voor het WK in 2018 of 2022. Een onmogelijke opdracht, of niet? Mocht ik er niet in geloven, dan zou ik nu onmiddellijk een mail nemen en naar de minister-president, naar de Vlaamse regering sturen om te stellen. Het is zinloos, wij zijn bezig met zinloos werk te verrichten. Nee, ik ben ervan overtuigd dat de wil in de regio aanwezig is, zowel bij de politici als bij de sportieve, de sportclubs. De wil is aanwezig om naar een consensus te groeien. Cercle wil in Jan Breydel blijven. Dat heeft het bestuur woensdagavond beslist. Is er een optie voor twee voetbalstadia? Ik begrijp uiteraard dat Cercle graag een eigen stadion zou hebben, zoals de club ook liefst een eigen stadion had gehad. Maar uiteraard stelt zich dan de vraag, ja maar bon, wie zal dit betalen? Het stadsbestuur van Brugge zegt, goed, wij wensen te participeren in een nieuw stadion, maar wij zullen geen twee stadions onderhouden. Dus als de Cercle de nodige financiële middelen heeft om het Jan Breydel stadion te verwerven en te onderhouden, dan zullen ze er mogelijk kunnen in blijven. Maar dat is in eerste instantie een beslissing die moet genomen worden door de stad Brugge, want het contract met de voetbalclubs, zowel voor club als voor Cercle, loopt af in 2012. Dus het is uiteindelijk de stad Brugge als eigenaar van het stadion die zal bepalen of Cercle en of club langer in het stadion kunnen blijven spelen. Dat wordt dus een bittere pil voor Cercle en Club Brugge. Zonder Cercle scandeerden de clubsupporters onlangs nog uit volle borst. De Vouw is glashelder. Zegt een van de partijen, nee, voor ons is het een jet. Goed, dan zullen we dit ook kenbaar maken aan de Vlaamse regering, om te stellen, wij stoten op een jet op dit punt of dit punt. Dus als het mocht Stad Brugge nu bijvoorbeeld stellen, wij komen terug op ons standpunt en zijn niet bereid om te financieren in dat nieuwe stadion, ja goed, doe dan maar de boeken toe. Dan mag ik op 20 november aan de Vlaamse regering stellen, er is misschien overeenstemming over de locatie, maar over de financiering geraken we er helemaal niet. Dus Brugge is geen kandidaat voor 2015 of 2018, 2022. Dus die mogelijkheid ziet u ook, dat er geen consensus is, dat u de partijen niet bij elkaar krijgt, en dat dus de stadionplannen, dat we die moeten laten gaan varen? Dat bestaat, maar tot nu toe, de gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd, gaan toch in deze richting, dat eigenlijk alle partijen stellen, bon, het is, of sommige partijen stellen, het is niet onze eerste keuze, maar bon, wij zijn bereid om water in de wijn te doen, om naar een goed compromis te komen. Want uiteindelijk beseft men wel dat dit een opportuniteit is voor de Brugse regio. En dat het dus van groot belang kan zijn naar de toekomst toe. Zoals Euro 2000 voor het Jan Breydel stadion een hefboom was voor het voetbal in de regio. Maar ook op economisch vlak. Brugge werd terug op de kaart geplaatst. Dat het kunnen participeren aan het WK 2018 of 2022. Dat dit dan toch wel voor de stad Brugge, maar ook voor de hele regio van groot belang is. Een stevige stok achter de deur dus, om beide clubs op de knieën te krijgen. En dan zit er niets anders op dan opnieuw wekelijks de vlaggen vervangen.